Hallo allemaal en welkom bij deze review video waarvoor ik onder andere glorieus gefaald heb. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En zoals jullie kunnen zien, ik sta weer in de prachtige waterleidingduinen om ja Meet My Little Friend, deze prachtige jongen van Fujifilm te testen de XF 150 tot 600 mm F5.6 tot F8 objectief. Uh, een prachtig objectief natuurlijk voor natuurfotografie. En ik had hem even te leen voor een privé workshop. En ik had zoiets van als ik hem dan toch heb, ja, dan kan ik gelijk een mooie review van maken hier in de duinen. Dus dat gaan we vandaag lekker doen. En ja, ik ben geen ultieme natuurfotograaf. Dat durf ik absoluut toe te geven. Maar ik vind het wel gewoon heel erg leuk om te doen. En ja, ik heb een klein privé losje al vorig jaar bij Bob Luiks gehad. Uh, dus laten we kijken wat lukt. We hebben een prachtig mooi waterig zonnetje. Nu alleen nog even de beestjes vinden. Het eerste wat mij heel erg opvalt aan dit objectief is het gewicht. Hij is slechts 1605 gram. Wat hem dus eigenlijk heel erg licht maakt voor ja, het type objectief wat het is. Ik heb ze ook van conclega's getest door de jaren heen. Die waren echt een stuk zwaarder. Maar deze kan ik gewoon lekker zo met één hand vasthouden en meenemen terwijl ik hier door de natuur heen loop. En dat vind ik absoluut een heel groot pluspunt van dit objectief. Als je naar dit objectief kijkt, dan zie je waarschijnlijk een stuk meer knoppen en ringen dan je normaal gesproken op een objectief gewend zult zijn. Laten we ze even stuk voor stuk doornemen. Als eerste hier bovenin hebben we dus de full en 5 meter tot infinity. Hiermee kan je dus het focusbereik bepalen. Wil je dat hij over zijn hele focusbereik gaat focussen, of zit je heel vaak in ja. Vogels of dingen die ver weg zijn aan het fotograferen, dan kan je ook pas beginnen vanaf 5 meter. De knoppen onder kan je mee bepalen of je met de ring die je fragment wil bepalen of op de automaatstand. En dan de onder is even een speciale. Je kan hem als eerste op AF zetten. staat hij standaard op autofocus. En op het moment dat ik dus een van deze knoppen indruk, begint mijn autofocus motor te werken. Dan kan je hem ook op preset zetten. Wat houdt het in? Je kan hem ergens op focussen, dan druk je onderin op de setknop en dan iedere keer als je dus deze knop indrukt, of een van deze vier, want daar zitten vier keer dezelfde knop op, dan gaat hij op dat punt scherp stellen. Dus je weet van oké, okay, op zoveel meter komt iedere keer mijn vogeltje, druk de knop in, bam, je hebt hem. En dan de laatste is de autofocus lock knop. Dus op het moment dat je gefocust hebt, lock in, dan gaat, deze indruk, dan gaat hij dus locken. Oké, okay, ik hoor nu dus overal vogeltjes zitten. Ik zie ze alleen nog niet en dat is vrij uitdagend dat je vogelfoto's wil maken. Maar goed, we gaan zo meteen vast wel ergens vinden en anders hopelijk een paar mooie hetjes hier en daar. We gaan, we gaan kijken. Iets heel belangrijks om rekening mee te houden met dit objectief heeft te maken met beeldstabilisatie. En ik zie op vrij veel fora en online discussies dit af en toe fout gaan, dus laat me even kort uitleggen. Dit objectief heeft 5 stops optische stabilisatie, en heel veel mensen gaan dan heel simpel rekenen. Vroeger was de regel om een foto scherp te krijgen: moest je twee keer het brandpuntsafstand gebruiken om hem scherp te krijgen. Dat is dus met deze op de maximale afstand van 600, is dan de. Minimaal sluittijd een 12 honderdste. Nou, dat gedeeld door 2 is een zeshonderdste. Gedeeld door 2 is een driehonderdste. Gedeeld door 2 is een honderdvijftigste. Gedeeld door 2 is een vijfzeventigste. Gedeeld door 2 is, nou even afgerond, een dertigste van een seconde. En ik zie dan mensen op een dertigste van een seconde fotograferen en dan zeuren van. Het lens is niet scherp, want het beestje is bewogen. En onthoud even dat de optische stabilisatie alleen bedoeld is. Om de trilling die vanuit ja, je lichaam en vanuit je handen komen te stabiliseren. Als een vogeltje op een takje zit, dat takje staat niet stil, dat beweegt lichtelijk door de wind. Een beest beweegt ook over het algemeen of een dier. Dat wordt niet gecompenseerd door de beeldstabilisatie. Hou dan ook rekening mee dat, als je bijvoorbeeld met dit weer buiten aan het fotograferen bent, je mag misschien op een ISO van 2000 moeten fotograferen om ook op een 2000 van een seconde te fotograferen, zodat het dier ook echt scherp is. En even voor de volledige transparantie, deze video wordt niet gesponsord door Fujifilm. Nog sterker, ik heb überhaupt niet met ze overlegd dat ik deze video zou gaan maken. Maar ik had de kans, dus ik denk ik: laat ik die dan ook maar even pakken. Maar mocht je nou na het zien van deze video denken: van joh, ik vind het een hartstikke tof objectief, die wil ik ook hebben. Bestel hem dan via een van de onderstaande links bij Cameraland of Camera Nu. Dan betaal jij gewoon de beste prijs. Maar help je mij ook een beetje meer met het maken van deze video's. En mocht je nou zoiets hebben van Ferry, hartstikke leuk content die je maakt. maar die lens die boeien me niet, want ik gebruik een ander merk. Um, als je wil, geef dan een super thanks. Dan help je mij namelijk enorm met meer maken van video's en ook van een nog hogere kwaliteit. Want. Dankzij een van de eerdere naties kan ik nu bijvoorbeeld Jeroen meenemen. En hij zegt nu niks, hij kijkt alleen heel erg stoïcijns of wat zal ik zeggen. Uh, maar in ieder geval, dat helpt mij met nog betere video's voor jullie te maken. Dus uh, als je het willen, hartstikke welkom. En nu verder met de rest van de video. Sommige mensen vragen af waar dit luikje voor is in de zonnekap. Maar het is bedoeld dat je nog steeds je polarisatiefilter kan draaien, want ja, met zo de zonnekap dichterop is dat vrij lastig. En dan wil ik even kijken of ik toch iets die kant op kan komen. Maar dat is ook mooi twee tweeetjes daar. Misschien net iets met tegenlicht kan pakken nog die kant op. Wel op past dat met een niet breek. En we hebben nu een mooie Groep herten gevonden, helaas geen vogels. Maar het is wel heel fijn dat je gewoon de animal detectie hebt en dan heel mooie foto's kan maken. Ik vraag alleen maar ja, te mikken en te klikken, dus het maakt het wel heel erg makkelijk. En je kan waarschijnlijk zien dat we heel veel afstand hebben met de beesten. Dus je hoeft niet te te schrikken, niet te verstoren en dat is echt wel het voordeel van een, uh, een grote telelens hebben. Het liefst had ik er iets meer zonlicht nog bij gewild, maar ja, dat is. Uh, hij zakt net te veel achter de bomen weg, maar van de rest blijft een mooi plaatje. Mooi van die herten die zo lekker, van die dammer, die zo lekker in het gras een beetje liggen te relaxen en te voederen. Zo, we zijn weer terug bij mij thuis en voordat ik mijn oordeel ga geven, nog even het volgende belangrijke ding. Deze video is niet gesponsord door Fujifilm. Ik heb deze lens alleen gekregen voor het gebruiken bij een workshop en volgens mij weet ze niet eens dat ik deze video ben gaan maken. Dus het is volledig mijn eigen mening die ik ga geven in deze video. En daarbij, zoals aangekondigd aan het begin, was het mijn doel om vogels te gaan fotograferen. Alleen, zoals verschillende natuurfotografen mij wel eens verteld hebben, natuurfotografie dat doe je niet maar even op een middagje, op een avondje. Daar gaat vaak heel veel voorbereiding en tijd aan vooraf. En ja, dat heb ik niet gedaan en dat heb ik geweten om eerlijk te zijn. Want ik was inderdaad in de duinen voor de vogeltjes en ik kon ze bijna nergens vinden. Ik ben nog een keertje teruggegaan. Nog steeds heel weinig vogels. Wel gelukkig herten, dus die heb ik wel. En onder andere ben ik gisteren nog even naar de Veluwe geweest, naar zo'n mooie ja, vogelkijkhut, om het zo maar te zeggen. En ik kwam aan en, ja, ja. Beetje beschamend om te zeggen, maar ik kwam dus aan bij de hut. Ik zette mijn kamer aan en hij zei. Please insert a card. Ik was zo slim om een SD-kaart te vergeten. Sorry. Maar om heel eerlijk te zijn, voor de foto's had het niet uitgemaakt. Want ik was bij de hut en er waren geen vogels te zien. Dus ik heb even collega Bob Luijs gebeld en gevraagd van... Bob, help, wat doe ik fout? En die legde heel simpel uit van... Ja, maar Ferry, om nu vogels te gaan proberen te fotograferen... Dat is niet zo handig, want het is nu eigenlijk... Ja, Low season als het gaat om vogels. De jongens zijn net het nest uit. En de rest is zich vooral aan het ja, volvreten en energie opsparen voor de grote vogeltrek straks. Dus nu gebeurt er eigenlijk niet zoveel op vogelgebied. En hetzelfde als de rest van het wereld. Het is warm buiten. Net zoals wat wij mensen zouden moeten doen. Die zijn overdag gewoon helemaal Kilo en lekker rustig aan het aan doen. Dus als jij inderdaad gewoon op een dag probeert even van natuurfoto's op dit moment te maken, dan is dat niet zo handig. Dus dat was mijn grote failure, die ik nu maar eerlijk zal bekennen aan jullie. Maar goed, dat staat niet in de weg dat ik voor de rest niet de lens heb kunnen testen. En ik heb hem hier naast me. En ik moet zeggen, ja, zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt, uh, ik ben van Huis uit geen natuurfotograaf. Ik vind het heel erg leuk om te doen, maar het ontbreekt mij heel vaak aan de tijd en de rust om dit soort fotografie goed te gaan doen. Maar als ik echt serieus meer met natuurfotografie zou willen gaan doen, ja, dan denk ik dat deze lens echt wel in mijn tas hoort. Als ik inderdaad ga kijken naar wat die kost, ergens rond de 2200 euro, geloof ik, zal de Even hier onderin vermelden, ja, dat is gewoon heel erg betaalbaar. En als je dan kijkt naar de kwaliteit van het objectief, ja, de foto's die eruit komen zijn gewoon prachtig. En ook inderdaad, uh, ja, ik weet dat er heel veel gedoe is op dit moment rondom de XH2 serie in de updates en de autofocus. Maar als ik gewoon merk dat bijvoorbeeld een vogel tussen takjes in bosje zit en hij weet gewoon het vogeltje te vinden en scherp te fotograferen, dan denk ik dat hij toch wel een hele goede. Job doet en wat ik eigenlijk het grootste nadeel van dit objectief vind, is inderdaad dat het een f5,6 tot f8 is. En ik begrijp dat: ja, als je een objectief van dit gewicht wil maken en je wil hem lichtsterker maken, ja, dan zal je heel veel gewicht toe moeten voegen. En de ratio gewicht en dan f-getal, en dan waarschijnlijk ook een stuk prijs, ja, ik weet nog niet hoe ik daarin zit. Maar voor wat ik nu kon doen, ja, doet hij het gewoon perfect. Jij ja, zal, zodra het scherm wordt, echt wel naar hogere ISO's moeten gaan. Maar ook met deze camera, in dit geval de XH2S, uh, ISO 6400, ja, dat kan eigenlijk gewoon. En als je wat meer stilstaande objecten hebt, zoals de herten, ja, dan kun je ook gewoon op een 2000ste en heb je nog steeds voldoende sluitertijd om alles goed scherp te kunnen gaan fotograferen. Dus kortom, ben jij een. Een Fujifilm fotograaf of een fotograaf van een con-collega-merk. wil je meer met natuurfotografie gaan doen. En zoek je gewoon een goed objectief, allround objectief voor je natuurfotografie, een goede teleobjectief. Ja, dan heb je met dit objectief eigenlijk ja, misschien wel de enige keuze op dit moment voor film voor dit bereik. Maar wel een hele goede keuze. En mocht je nou zoiets hebben van, Ferry, ik vond het een fantastisch leuke video. Maar die lens die hoef ik niet, daar heb ik niks aan. Um, als je dan een super tanks geeft, dan help je mij ook weer met meer content maken. Kan ik bijvoorbeeld vaker Jeroen meenemen. En kunnen gewoon van hogere kwaliteit content voor jullie maken. En mocht je nou zeggen, ja, ik kan eigenlijk niks missen. Het is vakantie tijdens duur genoeg. Een duimpje omhoog en abonneren wordt ook heel erg gewaardeerd. En mocht je nog vragen over dit objectief hebben, kan je die hier onderin plaatsen. En dan zal ik ze zo snel mogelijk beantwoorden. De lens moet helaas toch weer terug naar. Fujifilm, film maar ik denk dat die toch stiekem wel ergens op mijn lijstje komt staan. En dat gezegd hebbende, dank jullie hartelijk wel voor het kijken van deze video. Uh, mocht je meer video's willen zien, dan kan je hier klikken voor video's waarvan YouTube denkt dat jij ze ook leuk vindt, en hier om ook te abonneren. En hopelijk graag snel terug te zien bij een volgende video. Hoi, hoi.